Steeds meer zaken in het leven spelen zich online af. Digitaal doe je je belastingaangifte, zaken met de overheid regel je digitaal, zaken met je bank regel je digitaal, met je verzekeraar, met je pensioen, met je energiemaatschappij. Eigenlijk overal heb je een account, heb je een wachtwoord en laat je bergen met gegevens achter. In ons leven wordt eigenlijk onze digitale schaduw een steeds belangrijker element. Ik sta hier in Amsterdam voor WAAG. WAAG gaat de overheid helpen met onderzoek doen naar onze digitale identiteit. Wat is onze digitale identiteit en wat verwachten wij van onze digitale identiteit in de toekomst? Ik ga in gesprek met de directeur van WAAG, Marleen Sticker. Hey, hoi. Hallo. Dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn. Marleen, wat doen jullie op het gebied van digitalisering en dan specifiek op het gebied van digitale identiteit? Nou, vanuit de WAAG zijn we al 25 jaar bezig om het publieke domein op het internet in stand te houden. En dat betekent dat we proberen mensen te betrekken bij het ontwerp van de toekomst van het internet. Toegankelijk te maken, te demystificeren. Als je kijkt naar digitale identiteit, dan zijn we daar al een aantal jaar mee bezig. We zijn bezig met Barcelona, Amsterdam en een aantal internationale partners, waaronder Dyn hier ook in Nederland. Om te kijken of je digitale identiteit anders kunt ontwerpen, zodat je niet alles prijsgeeft. Dus niet voortdurend al je informatie kwijt bent. Dus een soort dataminimalisatie. En we zijn met het ministerie van BZK rondom het digitale identiteitslab bezig om heel veel mensen daarbij te betrekken. Dus de kennis op dat domein, op dat gebied te vergroten. En mensen te vragen hoe zij zelf hun identiteit ervaren en hoe ze dat in het digitale domein zouden willen zien. Dit vraagstuk van digitale identiteit, waarom is dat voor alle Nederlanders belangrijk? Als je denkt over identiteit, dan weten we in het gewone leven dat je steeds in elke situatie iemand anders bent. Dus je bent iemand anders bij de sportvereniging dan bij je collega's, dan thuis, op de bank. Maar als het over die digitale omgeving gaat, dan zijn we voortdurend alles moeten we prijsgeven. Dus je kan eigenlijk nauwelijks spelen zelf met wat je wel of niet prijsgeeft. En dat geldt voor iedereen. Op dit moment is het internet zo georganiseerd dat het niet echt rekening houdt met de specifieke context waar je in bent. En op het moment dat je dat wel zou willen, moet je heel goed nadenken hoe je dat dan ontwerpt. Dus het is een ontwerpvraagstuk. De technologie moet net iets anders ontworpen worden, zodat mensen een zekere bescherming krijgen over wat ze prijsgeven. En hoe denk je dat in de toekomst de rol van onze overheid zal zijn rondom onze digitale identiteit? Ik denk dat de overheid ons moet beschermen, dus daar hebben we de overheid voor. Dus het recht op zelfbeschikking, recht op privacy. Dat we gelijk behandeld worden in gelijke situaties. En als je dat niet goed regelt in het digitale domein, dan ben je heel veel van die democratische principes kwijt. Dus de overheid kan daar een rol in spelen door regelgeving, maar ook door, als ze zelf opdrachtgever is van digitale systemen, om rekening te houden met privacy by design en allerlei andere zeg maar, ontwerpvraagstukken om die digitale identiteit ook te beschermen. Ik ga zo dadelijk in gesprek met Bart Jacobs van de Privacy by Design Foundation. Zij hebben een app gemaakt, die heet Irma. Die heb ik gedownload. En deze app laat jou heel anders omgaan met de persoonsgegevens die jouw digitale identiteit vormen. Ik ben benieuwd hoe de app werkt en wat precies het gedachtegoed is dat erachter zit. Wat heeft u precies gemaakt met Irma? Vanuit de stichting Privacy by Design die ik opgericht heb, hebben wij een app gemaakt, de zogenaamde Irma-app. Waarin je attributen, eigenschappen van jezelf kunt verzamelen en die vervolgens selectief kunt laten zien. Dus met die app kun je bijvoorbeeld online bewijzen dat je boven de 18 bent, zonder dat je verder iets anders van jezelf onthult. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn als je een bepaalde game wil spelen of film wil zien online. Maar je kunt een heleboel andere dingen laten zien van jezelf, bijvoorbeeld wat je adres is als je bij een webwinkel iets bestelt voor de bezorging. Of je telefoonnummer als je wil hebben dat een organisatie jou terugbelt. Dus je kunt in verschillende contexten verschillende dingen van jezelf laten zien. Waarom hebben jullie dat zo ontwikkeld? Veel van de mensen in het Irma-team zijn echt gedreven door zorgvuldigheid als het gaat om digitale zaken. Dan betreft het zowel beveiliging als privacy. En daarbij geloven we erg in dat mensen hierin autonoom, self-empowered, moeten kunnen optreden met dit soort dingen. Dus dat ze zelf beschikking hebben over die gegevens en zelf kunnen kiezen waar ze wat van zichzelf
laten zien. Wat proberen jullie maatschappelijk met Irma los te maken? Wij willen vooral een duurzame, zorgvuldige ICT-infrastructuur neerzetten. Je ziet dat bijvoorbeeld na aanleiding van de Cambridge Analytica, het schandaal, is er een hele discussie losgekomen van willen wij eigenlijk wel zo'n ICT-infrastructuur waarin dit soort politieke manipulatie kan plaatsvinden. Misschien moet er een zorgvuldiger ICT-infrastructuur komen. Er is ook in die context gevraagd om een infrastructuur waar bijvoorbeeld Europese waarden in verankerd zijn. Maar in het algemeen zou je kunnen zeggen wij willen een infrastructuur die publieke waarden verankert in de ICT zelf. Wat hopen jullie de komende tijd te bereiken? We hopen dat de hele wereld dit overneemt. En in theorie zou dat ook kunnen. De hele aanpak is open source, iedereen kan het gebruiken. Als ik het goed begrijp, is het zo dat dus mijn persoonsgegevens een soort attribuut worden dat ik aan andere partijen kan verstrekken. Denkt u dat gewone Nederlanders dit zullen gaan begrijpen? Ik vind het altijd heel erg moeilijk om in te schatten wat een gemiddelde Nederlander of een gemiddelde gebruiker wel of niet begrijpt. Als je 25 jaar geleden aan mensen vroeg, wil je een mobiele telefoon? Dan zei de meerderheid ook, nee, hoezo? Heb ik helemaal niet nodig. Dus soms is het een combinatie van enerzijds vraag vanuit partijen, anderzijds moet je het aanbieden waarbij mensen op een gegeven moment zeggen, verrek, dat is handig. Ik sta hier voor de stadswinkel van de gemeente Nijmegen. Ik ga zo dadelijk in gesprek met Martijn van der Linden. Hij is de coördinator die het mogelijk heeft gemaakt dat je je BRP-gegevens via de website van de gemeente Nijmegen in de Irma-app kunt gaan zetten. Hey Martijn. Dag Wouter, welkom in Nijmegen. Ja, leuk hier te zijn. Wat zijn jullie precies aan het doen met de Privacy by Design app? Wij zijn in contact gekomen met de Privacy by Design Stichting. En zij vertelden dat de app pas echt voldoet als er betrouwbare persoonsgegevens in zitten. Nou, hebben wij daarover gesproken met webwinkels en met partijen in de zorg. En zeggen eigenlijk de enige gegevens die wij vertrouwen, dat zijn gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie, de BRP. Nou is het zo dat er landelijk wel een tijd duurt voordat dat in de app zou kunnen komen, voordat de beleidsafdelingen erover gaan. En wij in Nijmegen hebben gezegd, ja, wij vinden deze app goed. Hij voldoet eigenlijk aan alle privacy eisen die wij daaraan stellen. Wij gaan die gegevens leveren. Kun je eens laten zien hoe het werkt? Dat kan ik laten zien. Kijk, we hebben in Nijmegen hebben we deze pagina gemaakt. Nijmegen.nl zoek je op Irma en dan kom je op deze pagina. Daarop kun je inloggen met je DigiD. En als je met je DigiD inlogt, dan krijg je een pagina, een QR-code te zien. Die je kunt scannen met de Irma-app. En dan laat je de gegevens uit die basisregistratiepersonen laat die in je Irma-app. Dus als ik het goed begrijp, laat ik mijn gegevens hiermee op mijn telefoon en kan ik die vervolgens met zekerheid aan derde partijen gaan verstrekken. Inderdaad, waar de websites of andere partijen die Irma's inlogsysteem hebben, kan ik nou mijn persoonsgegevens voor inzetten. Ik kan laten zien hoe het nou gaat. Als ik naar marktplaats.nl ga, kan ik inloggen. En op dit moment kan ik dat dus doen met Facebook en met Google of met de wachtwoord, waarvan we weten dat Nederlanders 25 wachtwoorden hebben. Nu met Facebook en met Google weet Facebook en Google dat ik een marktplaats zit. Zou hier de Irma-knop bij staan, ja, dan weet Marktplaats zeker dat ik het ben. Dan heeft de verkoper de vertrouwen van, ja, dit is echt persoon uit Nederland met een echt adres. Voor de rest vertrek ik geen enkel gegeven wat niet nodig is en niemand volgt mij. Waarom doet de gemeente dit? Met de gemeente Nijmegen zijn we bezig met het programma Open en Weerbaar. Dat komt eigenlijk dat in 2017 heeft onze burgemeester bij de nieuwjaarspeech gezegd dat hij digitalisering ziet als de Noordzee. Daar kun je niet tegen zijn. Maar je moet wel weerbaar zijn tegen de Noordzee en tegen digitalisering, want anders gebeuren er ongelukken. Nou, hebben wij voor de Noordzee hebben wij deltawerken gebouwd. Qua digitalisering, of als het gaat over het gebruik van internet, doen we als overheid helemaal niks. En daarom zijn we overgeleverd aan de Googles en Facebooks van deze wereld. Dat is onze aanzet geweest om daar, ja, werk van te maken. Toen kwam Irma op ons pad, ontwikkeld in Nijmegen. Ja, en ons 112. En gaan we kijken hoe kunnen we dat toepassen. Kan ik het zien als dat de gemeente Nijmegen hiermee een soort statement maakt? Ja, in principe wel. Een statement is misschien wel groot gezegd. Maar we willen in ieder geval iets doen om mensen weerbaar te maken. We zien dat als we dat rijksbeleid laten wachten. En we willen inderdaad wel die eerste stap zetten, die doorbraak forceren om het te doen. We zien het eigenlijk niet als gemeentelijke taak om dat te doen. Maar ja, we moeten die doorbraak forceren. Iemand moet de eerste steen leggen. En we zijn ook in gesprek met partijen als Binnenlandse Zaken en RVG om te kijken of zij dat kunnen overnemen. Ik ben op bezoek geweest bij WAAG, bij de Privacy by Design Stichting en bij de gemeente Nijmegen. Ik heb
grote vragen over de maatschappelijke impact van nieuwe vormen van digitale identiteit kunnen stellen. Maar ik heb ook gekeken naar een praktische app die mij anders laat omgaan met mijn persoonsgegevens. Ik denk dat onze digitale identiteit een onderwerp is wat voor heel veel mensen nu nog een ver van je bedshow is. Maar ik denk dat over 5 jaar dit een onderwerp is dat zowel politiek als maatschappelijk heel veel los gaat maken.